Alida en Shanna, welkom. We gaan vandaag koken met z'n drietjes. We hebben een lekker vegetarisch gerechtje samengesteld. Waarom vegetarisch? Nou, ik ben sinds mijn 12e al vegetarisch, dus dat is nu 7 jaar. En ik merk gewoon aan mijn moeder dat ze een beetje tegen variatieproblemen oploopt. Nou, gaan we vandaag een lekker nieuw gerecht maken. We hebben een hartig gerechtje vandaag. Dat is een tarte tin van Charlotte. Met een aceto balsamico stroopje erbij. En een lekkere salade. De Charlottejes die mogen de ovenschaal op. En dan gaan we ze garen in de oven. Mag lekker wat smaak op, dus lekker wat peper, lekker wat zout. Goed, de charlottejes zijn in de oven. Die hebben 20 à 25 minuutjes nodig. Aceto balsamico stroop gaan we in de pan maken. Wat belangrijk is dat die een goede dikte krijgt. Aceto balsamico is vrij zuur. Er voegen wat suiker aan toe, dan wordt hij wat zoeter. Dan kook je hem in, dan wordt hij ook wat dikker. Normaal met karamel smelt de suiker, dus dan zie je hem bruin worden en zie je wanneer hij ongeveer klaar is. Ja. Met aceto balsamico is dat niet zo. Het is natuurlijk al zwart, dus je ziet hem niet echt donker worden. Dus je kan altijd als vuistregel gebruiken dat je hem ongeveer tot 1/3 moet laten inkoken en dan is hij goed. Oké. Dan gaan we verder met bladerdeeg. Wat belangrijk is in bladerdeeg is dat je het goed inprikt. Hier de schaaltjes, daar mag een klein laagje met aceto balsamico stroop in. Dan hebben we hier de charlottejes, die zijn mooi gegaard. Dan houden we ze mooi met de bolle kant naar boven. Dat is de mooie kant. Dus dan drukken we ze zo de taartjes in. Ja. Dan gaan de bladerdeegjes erop. Nou, ze zijn goed ingeprikt. Wat dan weer belangrijk is voor het rijzen. Dat het is opgebouwd uit allemaal laagjes deeg met boter ertussen. Als je niet inprikt, dan smelt de boter, komt de lucht tussen, komt die omhoog. Dat wil je niet hebben bij de tarte tatin. Die moet mooi als een soort harde korst blijven, als een soort bodem van de taart. Dan is die klaar zo. Dan gaan ze de oven in. Tarte tatin is klaar. Heeft 20 minuutjes in de oven gezeten. Mooi gegaard. Het is taart op zijn kop. Dus de bodem zit aan de bovenkant. Dus het enige wat nog gebeuren moet, is dat je ze even omdraait op het bord. En dan zijn ze klaar. Die is mooi gelukt. Ja. Alle smaken mooi in elkaar doorgelopen. Zien er mooi uit. Het gerecht is klaar. Serveer met een mooie salade erbij. Eet smakelijk, zou ik zeggen.